Hallo kooikevers, team Kooivijver van Handel is vandaag op bezoek bij Ben en Hans van der Zee uit Harlingen. Vandaag is dit het eerste interview wat ik ga afleggen samen met mijn dochter. Goh, jullie hebben al aardig wat vissen in de vijver zwemmen. Hoeveel vissen hebben jullie in totaal? 24 vissen. Mooi aantal. Ja, zeker weten. Zo, ja. Nou dat waren er nog 22. Nou ja, als je er zo van af wil wel, ja. Duurt mooi op. Ja, nee, mooie vijver. En dat was vroeger voorheen, was dat een waterval? Ja, we hebben het aangesloten. Ja. Jij kan ook wat zeggen, nou, toe nou. Ik zei al dat we twee vissen misten. Ja. Zijn jullie ook nog van plan om nieuwe vissen aan jullie bestand toe te voegen? Ik heb er nog twee in bestelling staan bij MF Kooi. Maar daar wacht ik nog even mee. Waarschijnlijk komen ze eerst in de opgroeibak bij MF Kooi. Oh, dat is wel mooi. Ja, want MF Kooi die gaat een opgroeifaciliteit bouwen. Ja. Oh, dat is wel mooi. Dan heb je ook nog alle tijd om hier vissen uit te halen. Ja, of eventueel de vijver uit te breiden. Oeh, groter. Groter, ja. Met een raam. Erin. Met raam erin. Oh, dat is helemaal fantastisch. Ja. Hallo, we gaan nu even in het filterhok kijken. Maar nou, goed is dat Ben daar. Ben, waar ben je? Ah, kijk, hey. Daar is die. Nou jongen. Jeetje, meisje, wat een filter niet. Mooi groot. Is mooi? Ja, prachtig. Ja, doet je werk hoor. Ja. Echte zelfballen. Ja. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Nee, dat is waar. We hebben daar leuke herinneringen van. Ja, zou ik zeggen. En de vier draait er goed op. En je hebt hier een voorfilter. Ja. Statisch bed, bewevenbed, de pantomatten, skimmerbak. Ja, prachtig joh. Zoals ik zeg, tinkerpomp. Ja. Nee, goed joh. Ja, ja. We houden het bestand mooi schoon. We hebben er wel een UV tussen zitten, maar die brandt op CDA niet meer. Zijn ze allemaal niet joh? Ik weet niet, dat niet door. Jeetje, dat is lang. Ja. Nee, hartstikke mooi joh. Ja, leuk hè, de vrouw heeft een hobby. De vrouw heeft een hobby. En ik zit er toch? Ja, verplicht. Ja. Nou, Ben en Hans, Anton. Top dat, dat ik bij jullie mocht kijken. Ja, ik kom elke dag hard onderhand even te kijken. Dus, hoort hij zo wat. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, fijne moeite. Ja. Op naar de volgende.